Event-driven en trigger-based marketing. Ik ga jullie straks uitleggen wat precies het verschil is. En wat je zult merken is dat waarschijnlijk naar de toekomst toe hoor je steeds vaker de term trigger-based marketing terugkomen. En wat minder event-driven marketing. Wat op zich een mooie ontwikkeling is. En ik zal straks uitleggen waarom. Even in het kort over mezelf. Zoals ik zei, mijn naam is Ed Sander. Ik heb een achtergrond in CRM, database marketing, online marketing. En dat heb ik in heel veel verschillende bedrijven gedaan de afgelopen pak een beetje 18 jaar. Van bedrijven in toiletpapier tot hondenvoer tot financiële dienstverlening, kantoorartikelen. Het leuke is dat je kunt eigenlijk altijd wel binnen een bedrijf kun je methodieken vinden om dit toe te passen. En dus zowel binnen business to business en als business to consumer. Ik weet niet of jullie Bekenstein Business School binnen. Ik heb samen met Egbert-Jan van Bel heb ik daar colleges event-driven marketing gegeven. En ook een college accountability en marketing metrics. Dus heel erg over de meetbaarheid en return on investment van marketing. Ik heb in de afgelopen 10 jaar heb ik ook 3 boeken mogen schrijven. Nou, Event-driven marketing die heeft de marketing literatuurprijs gewonnen in 2005. We hebben op een gegeven moment besloten om het ook internationaal uit te brengen. Dus in 2010 is Follow That Customer is op de markt gekomen. En vandaag, toevallig, is mijn nieuwe boek China Talk uitgekomen. Ik heb 2 jaar vrijwilligerswerk gedaan in China. En me sindsdien ook heel erg veel verdiept in alle digitale marketingontwikkelingen in China. Columns die ik heb geschreven voor de website Customer Talk. En die zijn gebundeld in China Talk. We hebben eigenlijk 2 blokken. In het eerste blok ga ik wat uitleggen over de achtergrond van event-driven en trigger-based marketing. En dan gaan we met name even kijken naar live phase events en live phase triggers. Dan vervolgens gaan we de andere 2 soorten events en triggers bekijken. Dat zijn product phase en relationship phase. We staan even stil bij hoe kom je nou aan de data om dit soort dingen te gaan doen. En uiteindelijk sluiten we af met wat is eigenlijk de visie, de toekomstvisie op trigger-based marketing. Event- en trigger-based marketing gaat eigenlijk allebei om iets te doen op exact het juiste moment. Net zoals je dat ziet in deze foto. Je pakt precies het moment waarop de actie het beste aankomt. Toen Egbert-Jan en ik voor het boek wat we schreven 10 jaar geleden, toen we zaten te sparren over wat moet nou de definitie daarvan worden, zijn we uiteindelijk uitgekomen op een discipline binnen marketing waarbij commerciële en communicatieve activiteiten gebaseerd zijn op relevant gesignaleerde veranderingen in de individuele behoeften van de klant. Nou, ik heb met name die 2 rode stukjes die heb ik even gearseerd, want dat is eigenlijk hetgene wat event-driven marketing anders maakt dan een hele hoop andere marketingactiviteiten. Want je kijkt echt naar wat gebeurt er bij 1 klant. Dus je kijkt niet naar een klantgroep, er moet echt iets bij 1 klant gebeuren. En dan op een dusdanige manier dat je dat kunt signaleren, die verandering. Die verandering in die behoefte en daar vervolgens dan iets op kunt loslaten. Dat is event-driven marketing. Ik zal een hele hoop voorbeelden laten zien later. We hebben ook gezegd van nou, waar hoort het dan eigenlijk thuis binnen een organisatie? En EDM is toch eigenlijk een verdere specialisatie binnen database marketing. Waarbij je nog meer gebruik gaat maken van beschikbare data. Maar het heeft ook heel veel links met direct marketing, met sales en natuurlijk marketing in het algemeen. Maar ook het CRM gebeuren binnen het bedrijf. Nou, al deze zaken die raken event-driven marketing. Het heeft allemaal een beetje te maken ook met verkoopgerichtheid en klantwaarde. EDM is dan eigenlijk ook een verdere ontwikkeling vanuit traditionele marketing, en dan hebben we het bijvoorbeeld over direct mail, waarbij je, nou dan mocht je blij zijn als je 2-3% respons had. En dat werd dat zo'n beetje naar al je klanten werd het uitgestuurd. Er werd misschien soms gebruik gemaakt van een paar kenmerken, maar het is het, zeg maar, het ouderwetse hagelschieten. Vervolgens kreeg je database marketing, werd er beter gekeken van nou, wat is nou het juiste aanbieding voor de juiste klant in het juiste kanaal. Je zag dat de responsrates die begonnen daarmee toe te nemen. Maar pas eigenlijk met event-driven marketing is men gaan kijken, wat is nou exact het juiste moment om die aanbieding te doen aan een specifieke klant. En wat er gebleken is dat bedrijven die het goed toepassen, zeker in de financiële dienstverlening zijn er een hele hoop cases over EDM, dan kan de responsrate die kan oplopen tot 15% of zelfs meer. Simpelweg omdat je gewoon veel relevanter bent dan in, zeg maar, de oude situaties, omdat je op het juiste moment communiceert. 2 meest belangrijke slides... die ik jullie vandaag laat zien, dat zijn de volgende 2. En daar zit de essentie van EDM zit er eigenlijk in gevangen. Van oudsher zijn marketeers gewend om te denken in promoties. Dus je hebt in het begin van het jaar heb je een nieuwjaarspromotie, dan doe je een keer een cross-sell campagne. De voorjaarspromotie, dan doe je 2 maanden niks, want iedereen is op vakantie.
Dan heb je een productintroductie, een upsellcampagne en je hebt nog een keer een kerstpromotie. En wat je ziet is dat heeft heel duidelijk heeft dat een begin en een einde. En elke promotie of elke campagne heeft ook zijn eigen doelgroep. De ene keer is die wat groter dan de andere keer. Maar het is heel erg sterk denken in blokken. Bij event-driven marketing denk je op een totaal andere manier. Je denkt niet in losse campagnes. Nee, het zijn programma's die het hele jaar doorlopen. Dus je bent eigenlijk elke dag of elke week bezig om te kijken van naar wie moet ik nu communiceren. En dat kan een welkomstprogramma zijn. Als je een welkomstpakket bijvoorbeeld naar een klant stuurt, dan wacht je daar niet een half jaar mee. Dan stuur je dat meteen nadat die klant is geworden. Dus dat betekent, tenzij je klanten allemaal in de eerste week van het jaar klant worden, wat waarschijnlijk niet het geval is, dat je dus heel het jaar aan het communiceren bent naar nieuwe klanten. Maar ook cross- en opstelprogramma's, die hangen af van het gedrag van de klant. En als iemand gaat verhuizen en je gaat daarover communiceren met die klant, dan laat je dat dus ook plaatsvinden op het moment vlak voor of vlak nadat die verhuizing plaatsvindt, afhankelijk van je producten. Je kijkt dus in principe elke dag in je database om te bepalen wat er op dat moment relevant is voor die klant. Dus kijken we vandaag, dan zien we dus een x-aantal events die we terugkomen. En dan kan het dus ook nog voorkomen dat voor één bepaalde klant dat daar meerdere events plaatsvinden. Uiteindelijk ga je uit van het lange termijn return on investment. Dus wat heeft het uiteindelijk het langste effect? Het kan goed zijn inderdaad dat deze een hoge response rate heeft, maar dat de potentiële verhoging in klantwaarde bij dat andere event veel beter is en dat je daarvoor kiest. Dus wat je dus ook moet gaan doen is je moet business rules moet je gaan inbouwen in je queries, waarbij er keuzes gemaakt worden welke klant voor welk event wordt benaderd. Maar het is in ieder geval iets wat dus een continu doorlopend proces is. Nou, om een voorbeeld te geven, traditioneel in de automotive markt was het geval dat iemand die gaat naar een showroom toe, die maakt een testrit, die krijgt vervolgens een offerte en die koopt of leased dan die auto als de dealer geluk heeft. En heel vaak gebeurde er niks en dan kwam een klant aan het einde van zijn leaseperiode en dan als je geluk had, dan kwam hij weer bij hetzelfde dealer terug om een nieuwe auto aan te schaffen. Wat je gezien zult hebben de afgelopen paar decennia is dat de dealers zijn slimmer geworden en die hebben begrepen dat eigenlijk de grootste klantwaarde zit hier tussenin. Want aan de verkoop van die auto verdienen ze maar relatief weinig. Dus de echte waarde die ze kunnen halen uit een klant, die zit hier tussenin. Dus op het moment dat die wagen afgeleverd wordt, de servicebeurten, de reparaties, het einde bijvoorbeeld van een garantieperiode op een auto, daar kun je iets mee doen. De APK-tests die je door laat voeren. Maar wat je ook aan kunt denken is uitbreiding bijvoorbeeld met een trekhaak. En als je de data van die klant toch hebt, dan zou je iets leuks kunnen doen op zijn verjaardag. Om terug een keer die showroom in te halen. Dus je bent in principe, in plaats van dat je zegt van nou op dit moment stopt eigenlijk de relatie of wordt de relatie op pauze gezet, blijf je eigenlijk gedurende de levensduur van het product, blijf je contact houden met die klant. Als je dan gaat kijken wat zijn nou de verschillen tussen EDM en het meer traditionele direct marketing. Dus direct marketing gaat ook met name uit van de zender. Wij hebben jou iets te vertellen. Terwijl bij EDM is de ontvanger het uitgangspunt. Jij hebt een nieuwe behoefte, er verandert iets in jouw behoefte. Laten wij daar nou toevallig exact het juiste product voor hebben. Het promotionele karakter van DM verandert daardoor en de inhoud van wat je communiceert op een bepaald moment naar een klant wordt bepaald door het event. Niet door wat jij op dat moment toevallig dan wil vertellen. De relevantie die wordt daardoor hoger. Nou, wat Michiel al zei, de relevantie is natuurlijk heel erg belangrijk tegenwoordig. En de eenvoudige massamedia-achtige operaties van het uitsturen van massamailings, die verandert. En dat gaat dus naar complexe database-gestuurde operaties gaat dat toe langzaamaan. De ad-hoc acties veranderen in structureel lange termijn programma's, zoals ik liet zien in die ene slide met die bars. Selectie op basis van klantkenmerken op een bepaald tijdstip. Bij DM stuurden we bijvoorbeeld een mail uit naar iedereen die een baby had. Want we hadden een bepaald product, bijvoorbeeld babyvoeding. Terwijl bij EDM zijn we geïnteresseerd in iedereen waarvan de baby volgende week bijvoorbeeld een jaar oud wordt. Want we hebben iets heel specifieks of unieks daarover te vertellen. Dus het gaat niet meer om het kenmerk van het hebben van een baby, maar wat er verandert, de wijzigingen in die kenmerken. De leeftijd van de baby in kwestie. Hoge volumes worden lage volumes. Je zult eigenlijk je communicatie spreiden over het hele jaar. Maar zoals ik zei, de potentiële winstgevendheid wordt potentieel zeer winstgevend.
Wat ik aan het einde van de workshop ook nog zal laten zien, is je moet daar wel de juiste calculaties voor maken. Want niet voor elk product en niet voor elk bedrijf is EDM weggelegd. Want de kosten zijn natuurlijk ook een stuk hoger. Sowieso omdat je de schaalvoordelen kwijt bent. De stappen binnen event-driven marketing, die werken eigenlijk als volgt. Als je denkt vanuit de data, er treedt een event op. Maar je moet dat kunnen meten, je moet dat kunnen waarnemen, dat event. Dus je hebt een zogenaamde indicator nodig, die jou als adverteerder of als bedrijf aangeeft, hey, er is iets gebeurd bij die klant, dus nou kan ik eventueel actie ondernemen. De vraag of je die actie meteen moet ondernemen, dat hangt af van een score. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een bepaald iets 3 keer moet voorkomen. Ik laat direct een voorbeeld zien over doorlopend krediet. Waarschijnlijk wil je dat niet meteen de eerste keer aan iemand aanbieden als hij geen geld kan pinnen. Maar wil je dat na een aantal keren wil je aan hem aanbieden. Het kan ook zijn dat een klant door een scorecard heen moet om te kijken of die krediet waardig is of niet. Dus als die score dan de juiste waarde bereikt, dan gaat er in principe die trigger gaat eraf. En daar komt dan ook weer de trigger-based marketing terminologie vandaan. En dan wordt er besloten van die klant die loopt mee in een bepaalde campagne. En één campagne kan dan bestaan uit één of meerdere acties. Nou, om het duidelijker te maken aan de hand van een voorbeeld. Een klant staat tijdelijk rood. Dus die komt bij wijze van in de winkel en die kan niet pinnen. Of die wil geld uit een automaat halen en die krijgt geen geld. Dus het event is dat die rood staat. De registratie van een mislukte transactie met zijn bankpas, dat is dan die indicator. Vervolgens, een scorecard die kan dan bepalen of die klant een doorlopend krediet krijgt aangeboden. En dat gaat dan op basis van wat is zijn inkomen, wat zijn de historische gegevens die de bank heeft over die klant. En er wordt ook bepaald hoe hoog mag dat krediet dan zijn. Want niet iedereen zal waarschijnlijk hetzelfde hoogte doorlopend krediet aangeboden krijgen. Nou, als dat nou 3 keer misgaat, zoals ik zei, dan vindt die trigger plaats. Na 3 mislukte pogingen voor geldopname, dan krijgt die klant dat pas aangeboden. Dus niet meteen al de eerste keer. En de klant wordt dan meegenomen in de volgende batch van het cross-sell-programma doorlopend krediet. Dat is de campagne. Waar bestaat de campagne uit meerdere acties. Namelijk een direct mailing bijvoorbeeld, of een e-mailing. En een telefonische opvolging voor degene die niet responderen. Dat is eigenlijk de opbouw in elementen van event-driven marketing. Maar zoals ik al zei, je zult waarschijnlijk gaan zien dat de term event-driven marketing gaat langzaamaan verdwijnen. En dat heeft een aantal redenen. Een van de redenen is dat het internationaal eigenlijk niet zoveel gebruikt wordt. Als je gaat googlen op zowel event-driven marketing en trigger marketing of trigger-based marketing, dan is die rode lijn die je hier ziet. Het is de trend in Google op het aantal zoekopdrachten in event-driven marketing. En deze, sinds 2007 is dat in één keer losgekomen. Dan zie je dat er heel veel internationaal, met name in Amerika, gesproken wordt over trigger-based marketing. Wat we ook hebben gemerkt in de afgelopen jaren is dat de term event-driven marketing is redelijk verward. Er zijn een hele hoop mensen die denken een event is iets met een tent. Dus die denken in event marketing. Die denken dat is een beurs of dat is een bedrijfsfeestje. Regelmatig hebben we mensen die op internet artikelen schreven over event-driven marketing, hebben we moeten corrigeren van ja, waar jij het eigenlijk over hebt is event marketing. Het is geen event-driven marketing. Wat ook mooi is dat trigger marketing of trigger-based marketing is een breder begrip waar eigenlijk event-driven marketing binnenvalt. En dat betekent dat het je meer mogelijkheden geeft en breder laat denken. Het verschil zit hem hierin. Nou, we hebben de definitie gezien van EDM. En dan gaat het dus over die verandering in individuele behoeften bij een klant. Maar bij trigger-based marketing of trigger marketing, behavioral-based marketing, real-time marketing, heeft allerlei verschillende namen. Maar dan wordt het concept breder gepakt en dan kan het gaan om gedrag. Of een actie van een klant. Of een event. Dus events die lopen erin mee. Maar het is breder. Nou, om een voorbeeld te geven. Stel dat iemand op je website in één keer gaat zoeken binnen een productcategorie waar hij nog nooit geweest is. Dan hoeft daar niet per se een event in zijn leven aan te hangen. Maar het is wel een verandering in zijn gedrag. Waar je gebruik van kunt maken. Stel je bijvoorbeeld voor, wat ook trigger-based marketing is. Dat iemand iets in zijn winkelwagentje plaatst op een website. Maar hij laat dat winkelwagentje laat hij staan en hij verlaat je website. Dat is een bepaalde actie van die klant en gedrag waar je iets mee kunt doen. En wat je dus ziet is dat een hoop bedrijven die grijpen dat aan om vervolgens te gaan communiceren met die klant van hey, er staat nog wat in je winkelwagentje. Wil je dat alsnog aanschaffen? Daar kom ik straks even op terug. Nou, je hebt 3 soorten triggers of events.
En degene waar men meestal aan denkt als je het hebt over event-driven marketing zijn de live phase events. Dat zijn de dingen die ook in je eigen leven eigenlijk gebeuren. Dus dat gaat over geboortes, verjaardagen, zeker specifieke verjaardagen. Als je 18 bent, dan mag je bijvoorbeeld je rijbewijs gaan halen. Dus je bent in één keer in de markt, je hebt een nieuwe behoefte, want je wilt een rijschool zoeken. 65 voor een aantal mensen, nou, dat zullen wij waarschijnlijk niet meer meemaken, dat zal 67 worden denk ik inmiddels. Als je met pensioen gaat en je hebt meer vrije tijd, dan gaat ook je behoeftepatroon gaat veranderen. Dus je bent ook weer in de markt voor misschien meer vrije tijd en hobbyachtige zaken. Gaan studeren, afstuderen, verhuizen, trouwen, huisdieren nemen. Ik heb 4 jaar lang bij IAM's Pet Food gewerkt. En het moment dat iemand een puppy koopt, is de belangrijkste factor in de keuze voor een merk, wat ze daar dan jarenlang blijven gebruiken voor die hond. Dus als jij een fokker zover kan krijgen om een advies te geven voor jouw product, precies op het moment dat event dat hij bij een fokker zo'n hond koopt, nou, dat is een heel sterke vorm van promotie. Exact hetzelfde kun je ook zien bij bedrijven. Dus het starten van een bedrijf, het groeien, expansie van een bedrijf. Groeit een bedrijf uit zijn jasje, dan zul je ook zien dat die gaan verhuizen. Stopzetting van bedrijfsactiviteiten en overname van een bedrijf. Dus live phase events, echt gebeurtenissen in het leven, de levenscyclus van een klant of een bedrijf. Nou, wie heeft deze wel eens gehad? Ja. Meestal inderdaad, als ik het vraag, van de meeste mensen die ooit iets bij Bol hebben gekocht, die hebben deze wel een keer voorbij zien komen. Heel simpel en misschien wel een van de meest recht door zee vormen van event-driven marketing, de verjaardagsaanbieding. Je zult meer voorbeelden straks zien van Bol, want Bol is wel een bedrijf wat het op het gebied van trigger-based heel erg goed aan het doen is en heel erg veel aan het uitbreiden is. Dus ik laat straks nog een aantal voorbeelden zien. Maar het is natuurlijk niet de meest originele vorm van EDM. Wat niet wegneemt dat je best het moment van een verjaardag kunt gebruiken om net even iets origineler te zijn dan op de dag zelf een cadeautje weggeven. Bewijs van, je zou een paar dagen van tevoren mensen eraan kunnen herinneren van heb je wel alles in huis voor het feest, voor je verjaardagsfeest. Dus dan communiceer je vooraf. Of een hele leuke vind ik deze. Dus miskoop.nl is een soort van marktplaatsachtige website. Volgens mij bestaan ze inmiddels niet meer, maar ik vond deze mail wel heel leuk. In principe wat er gezegd wordt is, gisteren was je jarig en je hebt een hele hoop rotzooi gekregen waar je eigenlijk niet op zat te wachten. Dan kun je bij ons op de website kun je dat verkopen. Dus net even op een andere manier gebruik maken toch weer van die verjaardagsdatum. En ook zelfs in het bedrijfsleven zie je het terugkomen. Dat de Kamer van Koophandel die feliciteert bedrijven die 5 jaar bestaan met een postkaart. Het is gewoon een aardigheidje om die relatie met die klant hier onder de aandacht te brengen. Dit is een van de mooiste event-driven marketing programma's die ik ooit gezien heb. Je krijgt de blije doos of de babydoos. En dan kun je registreren. Kon je registreren bij Nutritia voor het Overit groeiwijzerprogramma. En dan kreeg je elke paar maanden een vulling waarmee langzaamaan die klapper een soort van naslagwerk werd over wat moet je doen met je kinderen en de voeding voor je baby. Nou, dat begon dan met die blije doos. En vervolgens zie je dat een aantal keer terugkomen. Er werd ook bij jonge ouders, het magazine werd daarin gezet. En er werd ook elke keer werd er een klein cadeautje werd er mee gestuurd. Dit was gewoon heel erg leuk om te hebben. En ook heel erg waardevol. Zoals ik zei, we hadden een programma waarbij we fokkers eigenlijk pakketten meegaven. Waarbij een fokker dus kon zeggen, nou, als je deze hond koopt, dan moet je hem eigenlijk dit voer, Yukonuba, moet je hem geven. En we registreerden daarbij de gegevens van die klant. En die klant liep vervolgens een retentieprogramma in, waarbij we continu bleven communiceren met die klant. Dus ook weer zeg maar, die klapper en die vullingen, maar ook met door middel bijvoorbeeld van een relatiemagazine. Nou, dit is een programma wat in de praktijk heel erg goed werkte. Hij staat overigens helemaal in het boek uitgeschreven, dus als je het leuk vindt, dan kun je hem daar in totaliteit een keer teruglezen. Nou, zoals ik ook al zei, het verhuismoment is ook een hele belangrijke. En Praxis is een van de bedrijven die gebruik maakt van de verhuisdatabase van Sendris. Om die klanten vervolgens coupons te sturen waarmee ze in de winkel korting kunnen krijgen. Nou, in het boek staat dus die babycare case over een verhuismoment voor verzekeraars. Birthday clubs voor restaurants waarbij ze heel erg slim gebruik maken door iemand op zijn verjaardag een coupon te sturen. Waarbij die in de maand daarna een gratis dessert krijgt. Als hij komt eten. En het mooie daarvan is dat niemand gaat in zijn eentje eten. Dus ze weten
Maar als iemand komt eten bij ons, dan nemen ze 1 of 2 vrienden mee. En eigenlijk het marge wat ze weggeven op een gratis starter of een gratis, desnoods een gratis hoofdmaaltijd, dat halen ze weer binnen door de personen die er mee komen eten. Petfood Case staat er ook verder in uitgeschreven. Er zijn nog 2 andere soorten events of triggers die ik ook even met jullie wilde delen. En wat je vaak ziet is dat zelfs als bedrijven moeite hebben om op basis van live face events aan de slag te gaan met trigger-based marketing, dan heb je met name op de product en relationship events kun je al veel meer. Ik ga een aantal voorbeelden ga ik jullie laten zien uit totaal verschillende branches. En kijk daarbij met name ook even van, nou, zouden wij dat soort dingen, zouden wij die ook kunnen doen? Het heeft vaak ook te maken met wat je doet op je website en wat je doet met je producten. Product-based events, dat zijn events die zijn gerelateerd aan het product. Dus niet zozeer aan wat er gebeurt in het leven van die consument, maar het heeft te maken met het product of het gebruik van het product. Het kan dus zijn bijvoorbeeld de aankoop van een nieuw product. Nou, we hebben gezien de aanschaf van een auto in een voorbeeld eerder. Het kan zijn het vervangen of het upgraden van een product. Het kan zijn het uitgeput raken van voorraden, met name bij verbruiksartikelen geldt dat. En het aflopen van contracten. Nou, en een heel simpel voorbeeld is iCenter. Die verkopen iMacs. Er zit een bepaalde garantietermijn zit erop. Op het moment dat die garantietermijn verloopt, dan krijgen mensen een e-mail waarin staat van je garantietermijn. Die verloopt nu en die kun je nu verlengen als je wil, voor een bepaalde prijs. Nou, dat is heel mooi natuurlijk, want dit komt op het moment dat mensen denken van, oh, risico, laat ik nog maar even wat extra garantie hier afsluiten. Dus dat is niet gekoppeld aan dat live-face event, maar dat heeft echt te maken met het product op zich. 2 heel veel voorkomende die jullie regelmatig voorbij zullen zien komen als je iets online koopt ook, is de transactietrigger. Dan krijg je een orderbevestiging. Je hebt dit besteld bij Bol bijvoorbeeld, of je krijgt een verzendbevestiging. Uw bestelling is nu onderweg en dan vaak zit daar ook nog een track-and-trace mogelijkheid zit daarbij. Post-transaction trigger, bijvoorbeeld het versturen van een tevredenheidsenquête. Van nou, wat vond u van dit product of wat vindt u van onze service? Of het vragen, het hele belangrijke, het vragen om een recensie, om een review. Daar kom ik direct ook nog even op terug waarom die zo belangrijk zijn. En Bol bijvoorbeeld, nou, die stuurt een hele mooie bevestiging als je een boek hebt besteld. Die op dat moment vragen ze je zelfs al een review van schrijven, nog voordat het binnen is. Misschien een beetje te vroeg. Maar eigenlijk zit alles erin. Er zit hier de mogelijkheid om track and trace uit te vinden waar je pakket is. Er zit de mogelijkheid om, als je hebt gekozen voor betaling per accepteerkaart, om nu al vanuit die mail te betalen. Ik weet niet hoeveel mensen daar gebruik van maken, maar het is toch weer iets wat Bol doet om die betaling weer naar voren te trekken. En eigenlijk alle standaard zaken over service zitten er ook meteen in vermeld. Een hele simpele, hele eenvoudige orderbevestiging. Nou, die reviews waar ik het over had, die zijn heel erg belangrijk. Je zou eens na kunnen denken of je daar bij jullie business ook iets mee kan. Misschien op een andere manier dan dat je dat bijvoorbeeld een Bol of een winkel van kleding verkoopt dat zou doen. Maar het sterke van reviews is dat enerzijds leid je mensen nog eens een keer terug naar die website. En het kan goed zijn dat als ze dan terugkomen, dat ze denken van, hey, koop meteen even wat nieuws. Daarnaast geef je een klant het gevoel van, nee, er wordt naar mij geluisterd, mijn mening telt. Ik mag daadwerkelijk zeggen wat ik ervan vind. Voor category management en inkoop of product managers is het hele waardevolle informatie. Want ze zien welke producten doen het nou goed qua tevredenheid en welke doen het slecht. Er zijn, met name in retail, zijn er bedrijven die op basis van de reviews van hun producten besluiten om bepaalde zaken uit het assortiment te nemen. Of juist meer te gaan promoten. Ja, je moet het ook echt stimuleren. Als ze het eenmaal hebben, zijn er maar weinig mensen die echt de moeite nemen om uit zichzelf terug te gaan en ergens een review over te schrijven. Dus je moet ze enerzijds moet je dat stimuleren, je moet ze eraan helpen herinneren. En soms moet je er ook wat voor weggeven. Dat je ook zult zien direct als je zegt van, nou, dan krijgt u 5 euro korting op de volgende aankoop. Of u maakt kans op een, wat Bol doet, op een boekenbon van 100 euro die we elke week verloten. Dan zie je dat de respons die neemt ook neemt die weer toe. Wat ook heel belangrijk is, is dat met name andere bezoekers, die vinden die reviews heel erg belangrijk natuurlijk. Je bent veel meer geneigd om een product te kopen omdat andere mensen zeggen dat het een goed product is, dan dat de aanbieder zegt van, nou, dit moet je hebben. Dus die peer-to-peer, die kracht is heel erg belangrijk. En wat ook gebleken is uit onderzoek, is dat producten die een hele hoge waardering hebben van klanten, dan zijn consumenten bereid om net even iets meer voor te willen betalen. Dus het kan ook voor je marge eventueel nog heel aantrekkelijk zijn.
Nou, een paar simpele voorbeelden. Dit waren dan twee boeken die ik heb gekocht bij, bij bol.com. Waarbij ik word gevraagd om daar een review te schrijven een paar weken later. En hier zie je dat ik een kans kan maken op een cadeaubon ter waarde van 100 euro als ik die review instuur. Nou, wat je ook ziet overigens bij Bol, is die gaan het hele proces gaan ze dicht timmen. Dus die hebben in principe al een keer een product aan je verkocht. Maar zoals je waarschijnlijk weet, Bol verkoopt ook tweedehands boeken en cd's. Dus nog iets later krijg je gewoon nog een keer een e-mail en nou, je hebt je boek uit. Staat alleen maar in de weg, dan kun je het mooi weer bij onze site verkopen. Dus we gaan voor de tweede keer, verdienen ze eigenlijk aan hetzelfde boek. Door het her te verkopen op een eigen website. En om te voorkomen dat je je boek gaat verkopen op Marktplaats, want dan verdienen ze er niets aan. Dus heel slim. En dit is iets wat waar ze nu heel erg goed mee bezig zijn. Wat heel mooi is, is het zogenaamde pre- en post-event communicatie. Nou, dit is, volgens mij is dat hier nog in de buurt, volgens mij kan er was. En die hebben met Tripolis, die maken gebruik van het Tripolis systeem, waar wij ook gebruik van maken voor e-mailverzending. En dit is wel een centrum, die stuurt een paar dagen voordat mensen naar de sauna gaan, als ze gereserveerd hebben, en een paar dagen na sturen ze twee e-mails uit. En in deze e-mail wordt er in principe gezegd van, nou, je kunt nog een extra persoonlijke behandeling kun je bijboeken. Je kunt ook nog lekker bij ons eten, misschien wil je daarvoor reserveren. Je kunt zelfs bij ons in het hotel blijven slapen. Dus enerzijds is het een stukje voorpret wat ze genereren, maar ze proberen tegelijkertijd ook meteen de klantwaarde te vergroten door nog wat extra bij te verkopen. Op het moment dat mensen daar zijn geweest, dan volgt vervolgens een paar dagen later, als ze niet zouden zijn geweest, nou, u bent op bezoek geweest, hier is het contactformulier, mensen worden gefaciliteerd om feedback te geven, om te klagen. Nou, wat vaak het geval is met klagen, is dat het hele interessante, hele waardevolle feedback, maar een hele hoop mensen die nemen niet de moeite. Die klagen niet bij het bedrijf zelf, die klagen bij vrienden en familie. Dus ze faciliteren hiermee dat mensen die feedback daadwerkelijk naar hun sturen, zodat ze er wat mee kunnen doen. Maar er wordt ook gevraagd van, nou, ben je nou tevreden? Vertel het anderen op Facebook, op Twitter. En laat een review achter ook weer op saunagids.nl of op Soeven. Dus je ziet dat er wordt gebruik gemaakt eigenlijk van de informatie die een klant voor jezelf kan genereren. Enerzijds op basis van klanttevredenheid en anderzijds op basis van die reviews. Nou, het mooie is namelijk ook het gevoel wat je creëert bij de klant zelf. En dit is een voorbeeld. Toen ik terugkwam uit China een paar weken daarna ben ik naar het concept van Bluff geweest in Nieuw Luxor. En kreeg een dag of twee, drie voor dat concert, ik had een kaart, had ik al heel lang geleden gekocht, kreeg ik een herinneringsmail van nou, dan zijn de deuren open, dan begint het. Maar ook heel mooi, want nou, na het concert is er nog een aftershow. En u kunt nu al een voucher bestellen voor uw pauzedrank. En dit ook, dit is natuurlijk ook de klantwaarde verhogen, want als jij nog even blijft hangen, dan neem je misschien nog twee drankjes extra. Dus de stiemen, enerzijds komt het heel erg over als service. Maar anderzijds is het ook een voordeel voor mezelf. En ook dit hieronder, waar mij precies verteld wordt waar ik kan parkeren en hoe ver het lopen is nog naar het Nieuw Luxor. En ik kan dan ook nog eens een keer de parkeerkaarten kan ik bij hun binnen aan de balie verkrijgen, waar we waarschijnlijk ook weer een klein marge op krijgen. Is al zowel service als het verhogen van die klantwaarde. In het boek vinden jullie over leasecontract en over verzekeringspolis vinden jullie twee cases terug. Dus daar kun je ook nog eens op je gemak naar kijken. Het leasecontract, daar kom ik direct heel even, laat ik die in het kort zien. De laatste categorie zijn relatietriggers, relatiefase events. En het verschil met, we hebben gezien triggers die gekoppeld zijn aan productgebruik. En we hebben gezien triggers die gekoppeld zijn aan events of triggers in het leven van een consument of van een klant. In dit geval gaat het om zaken die optreden in de relatie die jij hebt met die klant. Dus die hoeft niet specifiek gekoppeld te zijn aan het product, dat is soms wel het geval. Maar heeft met name te maken met zijn ontwikkeling op die klantladder. Het feit dat hij van suspect of prospect zijn eerste aankoop doet. Of een herhalingsaankoop doet, of uiteindelijk uitgroeit tot een advocate. Dus dat heeft veel meer met die relatie te maken. Nou, een aantal voorbeelden. Wat daarbij ook belangrijk is, kennen jullie deze? De klantwaardekubus. Nou, dit is een van de meest, zou ik wel zeggen, belangrijke dingen om ook vanuit marketing in de gaten te houden. Wat het in principe zegt is, als dit je klantenbestand is, dan kun je op drie verschillende manieren kun je klantwaarde vergroten naar het maximale potentieel. Of je werft meer klanten, en dat is helaas wat de meeste bedrijven nog doen, met name
focussen op acquisitie van nieuwe klanten. Of je verhoogt de winstgevendheid van de relatie. Dat kan bijvoorbeeld door te differentiëren in welke kosten je maakt. Je zult naar bepaalde klanten zul je een accountmanager toesturen. Maar naar sommige klanten, daar communiceer je met direct mail op basis van zijn klantwaarde of zijn potentiële klantwaarde. Maar bijvoorbeeld ook de communicatie, de middelen of het distributiekanaal dat je inzet. Daarnaast heeft het ook te maken met het stimuleren van cross-sell en upsell. Dus het verkopen van andere producten. En de duur van de relatie. De duur van de relatie heeft te maken met loyaliteit en retentie. Elk marketingprogramma zou dan ook een hoofdstuk moeten hebben voor acquisitieprogramma's, ontwikkelingsprogramma's en retentieprogramma's. En wat ik deed op het moment dat ik werkzaam was voor de Lage Landen, dat is eigenlijk de leasemaatschappij binnen de Rabobankgroep. Wij worven onze klanten uit de Rabobank Marketing Database. Maar zodra iemand een leasecontract bij ons afsloot, dan ontvingen die klanten ontvingen een welkomstmail. En die welkomstmailing was er ook op gericht om cross-selling te stimuleren. Want we vertelden mensen over de andere producten die we hen te bieden hadden. En uiteindelijk, als dat leasecontract afliep, dan kregen ze een retentiemailing. Nou, hoe zagen die er in de praktijk uit? Dit was de welkomstmailing. Met een gepersonaliseerde brief werd eruit gestuurd. Een brochure op maat. Wat we deden is, we keken naar het type bedrijf, de omvang van het bedrijf en nog een aantal andere kenmerken. En bepaalden vervolgens waar ligt de match met ons totale productpakket. Als daar producten in zitten die helemaal niet relevant zijn, dan gaan we die klant daar ook niet over vertellen. Dus die brochure die er werd uitgestuurd, die ging puur en alleen over producten die interessant waren voor die klant. Dus het was een op maat gemaakte brochure. Taarten zaten overigens niet in ons assortiment, maar dat was een welkomstkaart die de klant daar kon bestellen door in te loggen op een website, zijn gegevens aan te vullen die we al hadden. Konden ze een smaaktaart uitkiezen en er zat ook nog een stukje tevredenheidsenquête zat er hierin. Nou, dus enerzijds die tevredenheid meten, omdat we dat weer terug konden koppelen ook weer naar welke bank is het geweest waar deze klant het product gekocht heeft, zagen we ook in één keer welke banken doen het nou heel erg goed en welke banken moeten we misschien bij gaan treden. Wat we vervolgens deden, als die klant het einde van zijn leasecontract benaderde, dan gingen we op basis van analyse in de database en een stuk predictive modeling gingen we kijken, wat is de waarde van die klant? Dus wat verdienen wij daaraan? En wat is de waarschijnlijkheid dat die klant uit zichzelf terugkomt voor een nieuwe aankoop? Er waren namelijk klanten die een hele hoge waarde hadden, maar waarvan we vrijwel zeker wisten dat die toch wel opnieuw een contract bij ons zouden afsluiten. Dus daar hadden we andere programma's voor om die loyaliteit te belonen. Maar die hoefden we in principe niet in een retentieprogramma te gaan stimuleren om weer iets bij ons te kopen. Dus die hadden een lage prioriteit. En zo hadden we prioriteit A, B en C. En op het moment dat mensen het einde van hun leasecontract naderden, kregen ze dan vervolgens de A, de B of de C-brief. Afhankelijk van in welke groep ze vielen. Nou, de A-klanten die kregen bij het afsluiten van een nieuw contract kregen die een dure tomtom. De B-groep die kregen een goedkope tomtom. En de C-groep die toch wel terugkwam of waar we niks aan verdienden, die werden alleen geïnformeerd dat hun contract afliep. Dus het differentiëren van content. Nou, hetzelfde ook met de leaflet die daarbij zat. A, B en C. Nou, je ziet de dure versie van TomTom, de goedkope versie en helemaal geen TomTom. Maar een programma waar een heel stuk analyse, predictive modeling en differentiatie van je boodschap. Je hoeft niet aan elke klant hetzelfde te vertellen. Ander voorbeeld, ook iets wat heel erg simpel kan tegen hele lage kosten. In Xi'an. In China deed ik ook wat werk voor Xi'an International Business Forum. En wat we daar deden is, we probeerden expats die in die stad werkten, probeerden we lid te maken van die netwerkorganisatie. En dat deden we door, we hadden allerlei evenementen waar we ze voor uitnodigden, netwerkborrels en dergelijke. En dan verzamelden we hun e-mailadres en dan probeerden we ze over te halen om daadwerkelijk betalend lid te worden. Want dan kregen ze een hele lijst aan verschillende voordelen. Dus als iemand na 3 maanden nadat we zijn e-mail geregistreerd hadden, nog steeds geen betalend lid was, dan kregen ze deze e-mail opgestuurd van, nou, dit mis je allemaal als je niet betalend lid wordt, dus word lid. En tegen de tijd dat dat lidmaatschap afliep, kregen ze dat nog eens een keer ter herinnering van, dit is wat je allemaal kreeg. Maar tevens een persoonlijke boodschap met een link naar het jaarverslag. En in het jaarverslag lieten we ook daadwerkelijk zien, dit is wat we de afgelopen jaren allemaal voor je gedaan hebben. Dus een stukje herinnering van, nou,
dragen daadwerkelijk wel iets bij aan jou. Toen ik in april terugkwam in Nederland, toen heb ik weer internet laten aansluiten bij Ziggo. En ik kreeg na 2 maanden kreeg ik deze mailing, waar in principe in staat van, nou, leuk dat u klant bij ons gehoord bent. En als aardigheidje, hier een zakje magnetron popcorn, dan kun je lekker op de bank kun je gaan zitten genieten van een leuke film. Nou, hartstikke leuk, heel erg sympathiek. Wat jammer is dat Ziggo die wist dat ik geen filmkanaal afnam. Dat was een uitgelezen mogelijkheid om mij bewijs van een coupon te geven of een korting of wat dan ook, om bewijs van een avondje op hun kosten films te kijken en dus een stukje cross-sell te doen. Dus een heel leuk voorbeeld, maar had net nog even wat beter gekund. Abandoned shopping carts, dus winkelwagentjes die achterblijven. Mensen vullen iets in een winkelwagentje, mensen stoppen er wat in, maar rekenen het niet af. En bedrijven die daar iets mee gaan doen, die een herinnering sturen van er staat nog wat in hun winkelwagentje, bijvoorbeeld 2 tot 3 dagen later, die merken dat een hele hoge conversieratio heeft. Een retailer in de US die had 50% doorkliks en 53% daarvan kocht alsnog die producten. Een ander onderzoek wees uit dat er 55% hogere conversie was dan het uitsturen van een reguliere e-mailcampagne. Wat wel heel erg belangrijk is dat je de afbeelding laat zien. Schijnbaar herinneringsmails over abandoned shopping carts waar de afbeelding in staan, die triggeren net even wat meer dan degene waar alleen maar wat tekst in gemeld staat. Wat je zelfs nog kunt beslissen is om eventueel een extra stimulans weg te geven, een korting of wat dan ook. Je moet alleen wel uitkijken dat mensen, als ze dat weten, dat ze dus niet gaan wachten tot 2, 3 dagen later. Dat is een cd, die ik heb hier opgezocht, opgeklikt en die bleek ergens anders goedkoper te zijn. En ik krijg een paar weken later de melding van, hij is nou in prijs verlaagd, wil je hem alsnog kopen? Relatie, face, events vind je ook terug in het boek, voor het telecomprovider, petfood en dat leasing programma. Heel belangrijk, nou, als we hier ook naar kijken, de eerste vraag die je krijgt is natuurlijk van, hoe komen we aan die data? Nou, de data die kun je op verschillende manieren krijgen. We hadden het straks ook al over. Sommige klanten die willen best veel vrijgeven. Hangt ook een beetje af van je type bedrijf en je type product. Ik heb gemerkt dat bijvoorbeeld in petfood, ze vertellen alles over hun hond. Echt. Er zit zo'n emotie in, daar willen ze best heel erg veel mee delen. Dus vaak kun je klanten al heel veel vragen. Maak bepaalde dingen niet verplicht. Zodat klant eventueel kan zeggen van ja, dat hoef je niet van me te weten. Lead getting programma's, nou dat zijn bijvoorbeeld die programma's van jonge gezinnen en bij Special Media. Van die blije doos en de babydoos en al dat soort programma's. Impliciet, wat een hele interessante is, het gedrag wat mensen vertonen op je website. Als ze in één keer bijvoorbeeld in een andere productcategorie dingen gaan zoeken. Daar kun je wat van afleiden. En zeker als iemand is ingelogd in zijn account, is dat data die je terug kunt koppelen aan een specifieke persoon. Analyse van klantgegevens. Nou, ik heb een voorbeeld gegeven van het leasecontract. Een stukje data mining. Wat wel belangrijk is bij data mining en predictive modeling, is dat je moet een beetje uitkijken met de bruikbaarheid. Ik had het straks over Mark Holtom. En die heeft de schitterende statement van, je kunt op basis van statistische analyse tools, kun je bepalen dat 87,2% van je doelgroep binnen 3 jaar een nieuwe auto zal kopen. En je zult uiteindelijk zien dat heel erg nauwkeurig is. Maar je hebt er ook helemaal niks aan in de praktijk. Omdat je niet weet wanneer dat moment plaatsvindt. Dus puur alleen datamining op voorspellend, waarbij dat moment niet wordt meegenomen, heb je niet zo gek veel aan. Wat ook belangrijk is dat in het verleden hebben dataleveranciers hebben altijd data verkocht op basis van kenmerken. Dus je kon dan bij wijze van naar een zogenaamde databoer kon je gaan. En dan kon je vragen, nou geef mij iedereen met een inkomen boven X, of alle bedrijven in bedrijfstak Y, of alle gezinnen met jonge kinderen, of alle huiseigenaren. Maar wat je daar dus ook mist, is dat event, dat triggermoment, dat heb je niet. Dus het bepalen van die goede indicatoren, dat is essentieel. En ik heb een paar jaar geleden nog wel eens een dataleverancier de opdracht gegeven van, ga er nou eens anders naar kijken. Ga nou eens niet een kenmerken op een bepaald moment verkopen, maar ga nou eens kijken, wat gebeurt er nou in de tijd? Ik ben geïnteresseerd in die delta. Dat er binnen een bepaalde tijd een bepaalde verandering optreedt die groot genoeg is. En ga dan bij wijze van eens kijken naar, ik wil bedrijven zien die groeien.
Want ik wil groeiende bedrijven benaderen voor financiering van hun groei. Dus kijk naar het aantal vacatures wat er binnen een bepaalde tijd in één keer groeit. Kijk naar hoe het wagenpark groeit. Kijk naar de omzet van een bedrijf. Ga die verschillende elementen combineren tot een model waarbij je daadwerkelijk kunt voorspellen, dit is een groeiend bedrijf. Niet op basis van wat hun omzet vorig jaar was, maar wat er nu gebeurt. Blijken ze nog heel veel moeite mee te hebben overigens. Facebook, social media. Ook daar kun je steeds vaker kun je ook gebruik maken van events. Je kunt in Facebook, als je adverteert op Facebook, kun je al adverteren naar mensen die binnen een week een verjaardag hebben, die een nieuwe baan hebben, dus die hebben een functietitel veranderd, een serieuze nieuwe relatie en recent verhuisd. En als je op een gegeven moment je relatie dan verandert en je wordt single, dan krijg je ook in één keer krijg je dit soort advertenties meteen de volgende dag al in je timeline. Wat je ook kunt doen, omdat het natuurlijk openbare data is, kun je met data die er verschijnt op social media, als je daar voorzichtig mee bent en je doet het op een leuke, sympathieke manier, kun je ook wat mee doen. Baijiu is een sterke drank die ze in China schenken, dat is 50-60% en het is heel erg smerig. Je ontkomt er vaak niet aan dat je mee moet drinken, maar het is een soort van verfafbijtmiddel. En er verscheen een artikel over en daarin stond, it tasted like paint thinner and it felt like a liquid lobotomy. En toen zei ik op Twitter van, nou, dat is de meest accurate beschrijving die ik ooit over Baijiu gezien heb. En toen kreeg ik meteen een berichtje erachteraan van Baijiu Spirits, die een ander soort Baijiu hebben gemaakt, wat wel in de smaak schijnt te vallen bij Westerners. Die het in China dus niet lekker vinden. En die reageren daarop van, nou, dan moet je misschien ons nieuwe product eens proberen. Je zal blij verrast zijn. Nou, dit vind ik niet storend om dit te krijgen. Dat vind ik wel leuk, eigenlijk. Niet dat ik het ga proberen, want ik geloof niet dat ze het veel beter kunnen doen, maar dit soort dingen kun je dus doen. Hetzelfde op het moment dat ik gebruikte TweetDeck voor al mijn social media streams en die hebben op een gegeven moment Facebook verwijderd uit TweetDeck. En als ik iets vreselijk vind is Facebook zelf ingaan. Ik wil dat eigenlijk gewoon liever ergens anders zien, dat ik die stream schoon heb zonder allerlei ruis en allerlei onnodige berichten. Dus ik zeg van, nou, is vreselijk, Facebook is uit de Twitter gehaald. En toen kreeg ik van Hootfan tips, kreeg ik de suggestie van, nou, je moet eens kijken naar Hootsuite. Nou, meteen de volgende week overgestapt op Hootsuite en dat bevalt uitstekend. Dus alleen maar naar aanleiding van gewoon simpelweg iemand die reageert, die heeft waarschijnlijk een zoekopdracht lopen. En die pikt daar dingen uit waarbij ze reageren. Dus daar kun je om. Hebben jullie de aflevering van Tegenlicht gezien een paar weken geleden over data. Ga ik een heel klein stukje uit laten. Het voorspellen van uw gedrag op basis van uw persoonlijke gegevens is nog maar net begonnen. Maar er zijn al voorbeelden van hoe de algoritmes van marketingafdelingen zaken over u te weten kunnen komen die u zelf misschien nog niet eens wist of niet bekend wilde maken. Zo vertelt de Amerikaanse krant de New York Times het verhaal van een 16-jarig meisje en haar vader. Ze deden regelmatig boodschappen bij de Amerikaanse winkelketen Target. Haar vader was verrast dat er opeens folders binnenkwamen van babyartikelen en ging verhaal halen in de winkel. Na wat heen en weer gebeld bleek dat de algoritmes van Target hadden ingeschat dat het meisje zwanger moest zijn. Het meisje bekende later inderdaad aan haar vader in verwachting te zijn. Maar hoe wisten de computers van Target dat? Vrouwen die zwanger zijn, zo blijkt uit de data die Target analyseerde, kopen vaak shampoos en lotions die minder sterk ruiken, omdat hun reukvermogen toeneemt tijdens de zwangerschap. Zo kan Target goed voorspellen wie van hun klanten zwanger is, soms nog voordat de vrouw in kwestie dat zelf weet. Wat ze hebben gedaan is hun predictive model was zo goed dat zij inderdaad konden voorspellen dat iemand zwanger zou zijn. En ze begonnen dan heel gericht coupons te sturen voor producten voor zwangere vrouwen. En dat is natuurlijk heel erg creepy, als je dat in één keer uit het niets eigenlijk in je communicatie ontvangt. Wat ze later hebben gedaan, nadat deze case aan het licht is gekomen, ze doen het nog steeds, maar ze nemen die producten meer subtiel mee binnen een totaalpakket van aanbiedingen. Dus langzaamaan verschijnen daar meer producten voor zwangere vrouwen, in plaats van dat je alleen maar coupons krijgt voor die producten. Ze zitten gewoon in het totaalpakket, zitten ze verweven. Maar het geeft dus ook aan dat, ja, kijk uit voor die creepiness factor. Sommige voorspellende modellen zijn zo goed dat mensen daar natuurlijk geen prettig gevoel van krijgen als klant zijn.
een databron die misschien wel het meest waardevol is natuurlijk op dit moment is Google. Omdat mensen die zijn op zoek naar een bepaald onderwerp, dus er is vaak geen betere indicator te vinden dan wat mensen zoeken op Google. Bij Organon heb ik een tijd gewerkt en we hadden ze een product mensen hielp die moeite hadden om zwanger te worden. En als mensen dan op Google op zoek waren naar trefwoorden, werden ze uitgenodigd om naar de website Fertility Journey te gaan. Je mag niet adverteren naar consumenten toe voor medicijnen, maar je mag ze wel informatie geven die losstaat van jouw medicijn. En op deze website werden mensen eigenlijk begeleid in het hele proces van een stukje educatie naar het moment dat ze naar de gynaecoloog gaan en het probleem daar gaan bespreken, tot het moment dat ze daadwerkelijk naar een infertility clinic gaan en een behandeling krijgen. Als mensen binnenkwamen vanuit Google, dan konden ze daar vervolgens konden zich registreren voor de e-mail nieuwsbrief. En al deze 20 blokjes zijn allemaal e-mails met verschillende content. Op basis van het profiel wat je hier invult, kom je op een van deze pijltjes, kom je het programma binnen en loopt dan vervolgens het hele communicatieprogramma door. Werd ook regelmatig gevraagd aan mensen van, doe even een update van je profiel. En als daaruit bleek dat ze in een andere fase zaten, konden ze ook in één keer doorspringen naar een later communicatiemoment. Maar allemaal op basis van een zoekopdracht die in eerste instantie in Google is gedaan. Ten slotte, winstgevendheid is natuurlijk van belang. Zoals ik al zei, het is niet zo dat event-driven marketing en trigger-based marketing voor iedereen is weggelegd, want het is ook vaak gewoon wat duurder om te doen. Dus de opbrengsten die moeten natuurlijk wel opwegen tegen de kosten. Maar sommige bedrijven hebben het probleem dat ze geen directe klanten hebben. Die fast-moving consumer goods bijvoorbeeld, die verkopen via een aantal stappen verkopen die aan de eindconsument en die hebben geen transactiedata. Dus die moeten op andere manieren moeten ze aan hun data zien te komen. Waar je ook aan moet denken is niet alleen de verkoop van dat product nu, maar waar we het er straks ook over hadden, wat ga je later nog eens een keer kopen? Dus wat is je toekomstige klantwaarde? Dus je moet die ROI, die moet je berekenen, enerzijds om de haalbaarheid van je programma, om dat te bepalen. Vervolgens om je programma te verkopen aan het management. En uiteindelijk ook om tijdens de loop en de rollout van je programma te kijken van nou, de aannames die ik gemaakt heb, kloppen die nog? En een van de mooiste methodes die ik denk voor jullie ook heel erg goed kan werken is de zogenaamde lifetime value tabellen. Dat is een heel mooie methode, het staat ook uitgelegd in het boek, dus ik ga het niet helemaal in detail hier doen. Maar wat je daarmee doet is je kunt uitrekenen op basis van je retentie, je marge, wat is de waarde van de gemiddelde klant die je nu werft over een bepaalde termijn. Nou, dit zijn de cijfers voor het petfoodprogramma wat ik heb ontwikkeld. En dan konden we uitrekenen dat zonder dat petfoodprogramma hadden we een bepaalde retentieratio. Die steeg, want mensen die trouw blijven, die worden steeds trouwer. Mensen die blijven, die hebben steeds minder kans om weg te gaan. En dan verdienden we €147 netto aan gemiddelde klanten die we in jaar 1 binnenhalen. Natuurlijk, die klanten die blijven in totaliteit verdien je er meer aan, maar het gemiddelde netto contante waarde is 147. Dan maak je dezelfde berekening met aannames voor een nieuw marketingprogramma wat je introduceert. Daar zitten bepaalde kosten aan, maar die resulteert ook, als het goed is, in een hogere marge wat je binnenhaalt. Dus we konden uitrekenen op basis van ook een aantal stukken van marktonderzoek en analyses die we deden, dat we de klantwaarde over 10 jaar konden verhogen van die 147 naar 257. Nou, dit was een programma waar ik echt een jaar mee heb lopen zeulen bij het management. Die allemaal zei van, nou, leuk creatief werk dit en dat, maar ja, een andere keer misschien. Op het moment dat ik had geleerd hoe je deze tabellen maakte en kon laten zien van, nou, dit heeft dus een daadwerkelijk hele zware positieve impact op de winst. Toen was het van, waarom deden we dit nog niet? Dus kon je er meteen mee aan de slag. Dus dat verkopen aan het management en anderzijds het kijken of het überhaupt wel haalbaar is, of het uitkomt het programma. Nou, dat zijn hele mooie ROI tools zijn ervoor. Ik zou je zeker aanraden wat mee te gaan doen. Kijk, wat je natuurlijk ook hebt, en dan zeg ik hier, je moet blijven monitoren en fine-tunen. Als de aannames veranderen, dan moet je natuurlijk in je model, in je lifetime value tabel, moet je ook die aannames aanpassen. En dan kijken waar komt het programma nog steeds uit. Wat we namelijk deden is, toen we dit hadden ontwikkeld voor hondenvoer, hebben we exact dezelfde calculatie gedaan voor kattenvoer, maar die kwam niet uit. Omdat een kat die eet veel minder dan een hond. Dus de marketingkosten die wogen niet op tegen het extra marge wat we zouden binnenhalen door meer verkoop. Ten slotte, waar gaat het naartoe? De toekomst van trigger-based marketing.
Ik laat even een toekomstplaatje zien wat voor nog weinig bedrijven echt is weggelegd. Maar ik zou me niet verbazen als dit over een jaar of vijf bij een hele hoop bedrijven, zeker in retail, al wordt ingevoerd. Stel je voor, je hebt een hoge waarde klant. En die hoge waarde die haal je uit de transactiedata die je van hem hebt in je database. Die loopt langs een van je winkels. Nou, je weet op basis van geodata, weet je de locatie van die winkel. Je weet op basis van zijn smartphone waar die persoon zich bij wijze van bevindt. Tijdens de openingsuren van die winkel, dat weet je enerzijds uit de tijd van de dag en de operationele informatie over die winkel. Hij heeft al een hele tijd, zo'n 30 dagen, is hij niet in je webshop geweest en ook niet in je fysieke winkel. Dat weet je uit de frequentiedata en je transactiegegevens. Het is buiten 4 graden, dat weet je uit het weerbericht. Hij heeft nog nooit handschoenen bij je gekocht. Dat weet je weer uit de transactiedata. Op dit moment weet je uit operationele systemen dat handschoenen die zijn eigenlijk te veel op voorraad. En er is ook, dat weet je uit je marketingsysteem, bij een van je leveranciers is er een aanbieding in sjaals. Daarnaast heeft de persoon in kwestie akkoord gegeven om benaderd te worden in zijn voorkeuren voor mededelingen op zijn mobiel. Dus op dit moment kun jij die persoon een aanbieding sturen, de juiste persoon, de juiste tijd, de juiste plaats en binnen de juiste context. Want het is nu echt heel erg relevant voor. Dit is in de praktijk, is dit technisch al mogelijk. Het zal niet goedkoop zijn waarschijnlijk, maar dit kan al. Wat je wel nodig hebt, en dan wordt het ook meteen een vraag van, nou is het nog een winstgevend of niet, is het de kosten waard? Is je hebt er heel veel verschillende engines voor nodig. Segmentatie, degene die de juiste aanbieding bepaalt, kwalificatie, responsvoorspelling. En die moeten allemaal bij elkaar komen in één engine die dan gaat beslissen van jij krijgt wel een aanbieding of geen aanbieding. Dus dit is nog wel toekomstmuziek. Maar zoals ik zei, het is, in principe is het technisch al mogelijk. Maar hier gaat het naartoe. Dit is de toekomst van trigger-based. Wil je meer blijven volgen over event-driven en trigger-based marketing, dan kun je deze Twitter-accounts. Als we iets leuks vinden op internet over dit onderwerp, dan sturen we dat rond in deze Twitter-accounts. En je kunt natuurlijk bij Persuade Brand Interaction terecht.